water en bloem eventjes mixen en we hebben het hostiebeslagje. Ja, hosties maken is eigenlijk best makkelijk. In principe wel. Het is een vrije, maar het is toch daarnaast wel een heel arbeidsintensief product. En daarvoor heeft Rita de hulp van 15 cliënten van Kentalis, het vroegere doveninstituut. Allemaal mensen met één of meerdere beperkingen. Maar ook zij kunnen niet voorkomen dat de hostiemarkt langzaam instort. We worden steeds minder, jammer genoeg. Hoe komt dat? Ontkerkelijking, vergrijzing in de kerk en dan de concurrentie vanuit de Polen, Hongarije, Roemenië. Nederlandse kerken kopen hun hosties tegenwoordig in het buitenland? Dat kan. Er zijn natuurlijk nog wel kerken in Nederland die hier de hosties betrekken. Maar er zijn ook parochies die de hosties uit het buitenland halen. Want ja, die zijn dus goedkoper. Maar daar maken ze ook hosties met een smaakje. Aardbei bijvoorbeeld. En dat kan volgens sommige pastoors echt niet in Nederland. Het is een sacrament van het geloof. En daar moet je niet mee knoeien met geurtjes en smaakjes en dat soort dingen. Ja, kunnen ze zich daarom voorstellen dat er in Nederland parochies zijn die dat doen? Ik kan me niet voorstellen. Nee, ik denk dat ze hier verstand gebruikt dat je dit niet doet. Toch zit er voor de hostiebakkers van Sint-Michaël niets anders op dan andere dingen te verzinnen om het hoofd boven water te houden. Denk aan een ijskoolwafeltje, aan een toosje, aan een onderkant van een cupcakeje. Van hostie naar ijskoolwafel, misschien is het de redding. Laat het ons hopen in ieder geval voor onze deelnemers en voor, ja, natuurlijk voor onszelf natuurlijk ook. Want ja goed, je gaat toch iedere dag nog steeds met plezier werken. Ik ben 38 jaar hier en er is geen één dag hetzelfde. Dus dat houdt het allemaal wel heel erg leuk.